Yo guys, van harte welkom bij alweer de 15e aflevering van Metro Exodus. Een van de series die op mijn kanaal loopt. Een van de series die echt fantastisch is. Maar naar mijn gevoel, samen met best wel veel andere series die ik de afgelopen tijd heb gemaakt, best wel ondergewaardeerd zijn. Bepaalde grote games hebben in eind 2018 en begin 2019 misschien wel een beetje de focus gepakt. En dan heb ik het over een Red Dead Redemption 2 en een Assassin's Creed deed het verdomd goed op mijn kanaal. Daarvoor God of War en Detroit Become Human. En eigenlijk de games daarna hebben allemaal niet zo heel goed meer gescoord. Dus ja, het is best zonde om te zien, omdat deze game echt onwijs goed is. En we nu dus zijn geëindigd in een best wel spannende sequence. We zijn in een woestijngebied, we zijn een bunker ingegaan samen met die chick die we zijn tegengekomen in de vorige aflevering. We moeten een soort van communicatiecentrum weer werkende krijgen en gebruiken om zodoende informatie over het gebied te krijgen. Nou, dit is echt een wanstaltig gebied vol met spinnen. Ik haat spinnen, ik krijg er altijd kippenvel van, zeker in Metro games, omdat ze er echt naar gemaakt zijn om fucking eng te zijn. Dus je zal mij heel veel op deze manier zien rondlopen deze aflevering met de zaklamp tegelijkertijd aan. Oh my god, de sound effects, bruh. Dus, helemaal geen zin in dit gedeelte. Ah, what the fuck, bruh, waarom deed ik dit? Klak! Laten we verder gaan. Welkom bij aflevering 15 van Metro Exodus. En maar natuurlijk moeten we over op de shotgun. De shotgun is het beste wapen tegen al deze beesten. Ik moet hierin, maar ik wil dit niet. Oh my god, dat ook nog. Oké, ik moet meteen met vuur gaan spelen. Aan. Wat zei ze? Haten licht. Dat bedoelde ik eigenlijk. Ik zei met vuur spelen, maar ik bedoelde met licht. Oh, hoor even! Wow! Oh! Oh! What the fuck, what the fuck, what the fuck? Ik word zo naar hiervan. Oh my god. Ik kan hier niet tegen. Wat hebben ze dat goed gedaan, hoe dat krielt? Hij is leeg? Oh, bah. Jezus, Mina. Kom hier, kreng. Oh, wat is hij snel ook. Tjonge, jonge, 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 jonge. Echt crazy. Wat ging ik ook weer doen? Oh ja, ik ging die opladen. Ja, goh. Gaat ze nou echt uitleggen hoe een lighter werkt? Een briefje. Dan moet ik ook nog zoeken, hè? Terwijl ik een filter in de gaten moet houden. Oh, ze kunnen zo niet tegen licht en dat soort dingen. Dat ze helemaal wegsmeuien als je er alleen al op richt.
Oh, ik schrok hier al van. Jezus, Denna. Gaat lekker, jongen. Wat? Hoorden we hem al lachen? Attention, ventilation system failure. Prepare individual equipment and remain at your stations. Await for further instructions. Ik ben hier aan het rondkijken voor loot, maar. Oh! Weer een notitie. Ik ben echt op zoek naar loot en zo, maar ik denk niet echt dat ik dat hier ga vinden. Dus we moeten maar gewoon weer weg, want de filter wordt minder en minder. Eens even kijken. Ik krijg wel spulletjes waarmee ik filters kan aanmaken, gelukkig. Oh ja, sure. Hier is natuurlijk... Hier is natuurlijk de stroom niet aan. Even quick save. Ja, hij saved hem. Oh, wat een vet gedeelte dit. Maar ik word er ook wel een beetje naar van. Thanks. Redelijk wat ammo ook. Ook zo mooi dat je je zaklamp continu moet... Oh, even luisteren. Jezus Christus. Oh, ze kruipen allemaal weg, want die lichten gaan aan. Mooi. Nee, wat ik wilde zeggen is ook zo mooi, dat je continu je zaklamp moet opladen, omdat die anders geen power meer heeft, maar ik heb wel gewoon een oneindige lighter. Een oneindige source. Wat moet ik hier in godsnaam doen? Daarheen? Oh god, hoor ze nou. Oh. Oh, trouwens, ik zag nu pas dat ik er helemaal geen ammo aan hoef te verspillen. Top. Tegelijkertijd wil ik ook wel even een molotov selecteren. Pijltje naar rechts, hartstikke idee. Olé, olé. Hier op de wc is niks, wat is hier?
this guy. Overdreven veel licht loop ik hier doorheen, maar moet ook wel. Artyom, the link is breaking up. You're too deep. I have an idea though. Oh nee, daar moet ik heen. Joepie. How do you like this, Artyom? At least this way you're sure to hear me. Oh, the plan says the archive door can only be opened from the inside, in manual mode. But ik ben al bezig. Ik pak... Je ziet ook dat ze extra veel spullen in hebben gestopt. Ik pak enorm veel op, omdat je natuurlijk filters moet kunnen aanmaken. Anders is het wel echt heel hardcore. Oh, hierboven zitten ze ook nog. In het plafond. Dit ziet er echt heel raar uit. Oh. Ja, dat is er. Die moeder. Ik moest een foto verzamelen, weet je het nog? Ze zei, als je er ziet, zorg dat je onze familiefoto meeneemt. Dat betekent enorm veel voor me. Just finished moving into the old lighthouse. Staying with Jewel in that hall any longer is out of question. New gas geysers keep sprouting daily. The whole bunker could collapse any moment now. There's nothing to hope for. Nobody knows why we are even here anymore. We certainly can't do any work. I only go down there for the pigeons that passes for rations. Oh jee. Oh. Fucking vet dit. Holy shit. Ja, die dingen helpen echt enorm goed. Molotovs. Dit was vet. Dit was echt vet. Oh, wow, wow, wow. Oh, wat een klote beesten zijn het toch. Gadverdarrie. Oh, ik word daar helemaal naar van. Ik kan niet door het glas heen. Want die klote spinnenwebben remmen me zo af. Oh, really? Hier komen ze dan gewoon doorheen, door die gaten. Die beesten zijn oprecht zo... Oh, bah. Ik moet even mijn zaklamp opladen. Die beesten zijn oprecht zo sterk... dat ze volgens mij gewoon door die muren heen graven. Niet een pad dat ik kan nemen, maar wel waar hun doorheen kunnen. Dat moet je niet vergeten. Oh, what the fuck, bro? What the fuck? Sterf, sterf, sterf!
die is dood. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Ze kunnen ook overal vandaan komen, hè? Uit al deze pijpjes waar ik niet doorheen kan, daar lopen hun gewoon doorheen. Oh! Jongen, 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 jongen. Wat is dit vet, zeg. En doodeng. Holy shit, wat een vet typisch Metro gedeelte dit. Kijk mijn ogen uit. Ze zijn zo snel en behendig, die spinnen. Mis ik iets? Terwijl ik ondertussen probeer te luisteren naar die... ja, wat is het? Intercom. Killing the lights. Gaat hij nou alles uitzetten terwijl ik hier gewoon rondloop? Gap! Weet je wat? Ik ga het wel met alleen zaklamp doen. Een shotgun. En voor de rest heb ik molotovs op zak, right? Ik heb er nog 5. Gaat goed komen. Quick save. Oh, je kan niet terwijl je in combat bent. Dus de game vindt al dat ik in combat ben? Nou, dat zegt genoeg. Die kunnen ook gewoon daardoor heen komen, hè? Dus ik moet heel goed oppassen. Ik weet niet waarom, maar ik heb nu al kippenvel. Oh, dan gaan ze in het zand. Oké, ik moet denk ik gewoon toch wel tempo maken een beetje. Oh, Jesus Christ. Kan ik niet een grote lichtbron creëren ofzo? Zoals dus een molotov.
Oh, 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 oh. Wat een donkert hier. Hier kom ik vandaan, right? Huh? Waar moet ik nu weg dan? Top. Even kijken, ik zit nu echt te zoeken. Daar kwam ik vandaan. Hij moest de lichten uitzetten, dat klopt. Werkt dit knopje? Kijk, dit werkt gewoon niet. De lift is dicht. Ik was te snel. De satellite maps moet ik hebben. Kijk. Starting in 2013. Staat dat er? Volgens mij wel. Is nou echt alles leeg? Dit ga je niet menen. Ja, man. Top. Die heb ik binnen. Kijk, ik was dus een stapje voor met het punt dat hij al de deur of de lichten uit moest doen en shit. Ik heb dus die spinnen hier al gekillt. Ik kan hier echt als een bezetene doorheen rennen, want mijn zuurstof raakt dus bijna op. Dus ik heb een andere uitdaging nu. Oh, daar zijn ze weer. Jezus, Mina. En nu? Hoe kom ik weg hier? Godverdurrie. Ja, hè, hè. Het op. Die molotov was eigenlijk wel perfect gegooid, want daardoor konden ze dus niet meer bij me komen terwijl ik de lift in ging. Jewel, get those lights back on. The lift did its job. Zo, ik heb hem gewoon doodgebrand. Ik deed niet eens driehoekje. En ze zijn gewoon gefikt.
Holy shit, bro. What? Uit het zand. Oh, hij doet het ook. Sick, bro. Well, we have the maps, so we have to take them back to the colonel. By the way, I brought your car. It's at the dock. Whew. It's amazing the lift still works with all the cracks in the bunk. Mother told me they had to repair many times, and other things too. Thank you, Artyom. This is for you. Father gave it to me when I was little. Damir says there's a little girl on your train. Give it to her. May it bring her luck. Ik ben heel benieuwd. You people are lucky. Most of the Monaibale are raiding all their best troops. If they were all here, you'd be dead already. We have a chance to change things. Munai Bailer translates to something like oil-rich people. Oil drillers, I guess. Oh, listen to me. Hier heb ik toen rondgelopen. I'll tell you where to go now. When outside, go right. The road there used to lead to the sea, to port. Anna should be around there. Contact her. She probably found something interesting. I'll stay and try to find out more about these oil drillers. We'll contact the base as soon as I get any useful information. Alright, that was him. Tell me, Gyul, how did this Baron come to power here? My well, see ya, Artyom. Good luck. Goodbye, what? Artyom. Become slaves of their own will? Yes, they did. The Okay, waar gaan we heen? Even kijken. Oh, ze zei langs de zee helemaal weer terug naar dat kruisje, naar de main story, denk ik. Oh, ik kan hier gewoon een tukkie doen, joh. Sniper outpost ontdekt of zo. We cannot really let this slide. So, here's what we're going to do. Whoever brings a live train gang member to me will be rich. I'm just so curious to see a guest. Oh wow, hoor nou. Ze geven dus de orders om op ons te jagen. As you were, everyone. The Baron has spoken. Oh nee, ze hebben nu orders gegeven om op ons als treingang te jagen.
Degene wie iemand levend terugbrengt, die wordt rijk. Dat is wel gewoon heel kut. Oké, jongens, ik ga maar gewoon terug naar de main story, terug naar de trein. Want als je dit pad bekijkt, dan moet ik nog wel even. Gewoon rechtdoor, alsmaar rechtdoor dus. En dan ga ik de volgende part, zeg maar, met het oog vanuit de trein. Dus met het oog vanuit de trein naar het noorden kijken, naar rechts. Naar die 3-4 vraagtekens, dat wil ik even gaan uitchecken in de volgende. Nu is het gewoon return to base, dus dat gaan we ook doen. Het is ook echt klaar lichte dag. Het zonnetje is echt op zijn felst ooit. Hey, give a gal a lift to town, will ya? Hey chick. Wat ben je aan het doen? Come, I'll show you some things. This dust will be the end of me. Ja, ze hoest maar steeds heel intens. Look at my lair here. Didn't have such luxury back in Moscow. Still, this place is too hot. I feel I'm coming down soon, like Stepan. In any case, here's what I learned. See that crane at the dock? There is someone in the cabin. Can't see him that well, but I think he noticed me as soon as I arrived. That seems like a great spot to keep tabs on our base, so you should check it out. Look at that cracked ship now. The largest one, closest to the water. See? Well, it's not cracked, but rather carefully dismantled. I saw trucks carrying cages arrive at that boat. Looks like this is where the bandits keep their prisoners. There's that building over there, past the port. Looks like an air control tower, but I'm not sure. In any case, there should be a lot of equipment there. Something might come in handy. Oh, I see you got the maps. You and Demir did a great job there. I'll keep watching the rigs, and you can choose your next goal. I wish I could wash off all this sand already. I hope we get out of this desert soon. If you're going to the port, there's a convenient zipline on the roof. Moet je nou een lift of... Even, wat is de port ook weer? Waar doelt ze op? Zo, ik heb inderdaad aardig wat dingen ontdekt. Er is een zipline. Oh ja, ik zie inderdaad. Laat ik dan... Ja, ik twijfel nu een beetje, want mijn auto staat hier. Is dit nog niet genoeg? Oh, daar. Nou, ik ga het maar gewoon doen. Ja, hallo, als je er op deze afstand hoort hoesten, dan snap ik wel dat ze is ontdekt. Oh wee, als jij opstaat. Ja hoor, Denna.
Ik hoor ook weer snacks. Nou. Anna zal wel denken. Oh ja, er is Artyom weer. Die denkt, die doet lekker de stealth approach. Lekker bezig, man. Even, wat hoor ik hier rondlopen? Trip ik hem nou? Oh! Oh fuck, dat was de verkeerde knop. Kijk nou. 1 konijn, 2 konijn. Daar links was 3 konijn. Kier, oortjes, 3 konijn. Er lopen gewoon konijnen hier te chillen als gek. Maar ik heb het wel een beetje verneukt met al die health packs die ik aan het verpesten ben. Tjongejonge. Zo, ik zit nu alweer in de 91 materials. Ik heb dit echt een beetje opgefokt. Nou, dat was nou ook niet echt veel. Nou, dan maar te voet terug naar de markering, want ik heb de auto daar laten staan omdat ik die domme abseil move deed. Had ik nooit moeten doen. Jongens, hengels. What the fuck? Hengels en een kampvuur. Hier was dus ooit gewoon het water, de oever. Heel apart. Hengeltje erbij. Hoe dichtbij ben ik, joh? Ah, best wel dichtbij. Ik ben dichter bij de vraagtekens dan bij de trein. Oh jee, komen we nou weer in een zandstorm? Ik wil alleen terug naar de trein. Nou, met een complete zandstorm die alles erop en eraan heeft, ga ik hier de aflevering eindigen bij de basis. Jezus, wat klinkt dit kut! Job here. Come on, come on inside. I see. Artyom, I have the mirror on the line here, so take a seat. I'll be with you soon. What a storm! Made of sand, no less. But damn the sand to hell. Where is it, Mom? Artyom, it's Dragoy. Have a seat. No. We got some water for you. It became quite scarce lately. All right. Miller, over and out. You got them? Great job, Artyom. Great news. Artyom got the maps. Well done, Artyom. That is such a relief. Idiot. Get started with these. I'll join you later. Here. There's a lot of data. The sooner we analyze it, the better. We have the maps. Now we have to find a way out of this place. And that's the hard part. We need water for the Aurora and the crew. People are going down with dehydration already. It's only getting worse. We also need fuel. The local bandits have it all. I had already contacted their so-called Baron. But his terms proved to be unacceptable. He'll told us where they get the water, but naturally, the well is guarded. The mirror reconned the place and says we could infiltrate it stealthily. So, Artyom, when you're ready, go rendezvous with the mirror. Your goal is to bring water to the Aurora. Failure is not an option. Good luck, Artyom. I...
We are all counting on you. Crest, how's the weather? The storm seems to be over. I'll go back to the post. Perfect. Arme Anna in haar eentje buiten in die storm. Ik kom straks, ja. Ik ga daar mijn volgende part beginnen namelijk. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze episode. Dit was aflevering 15 van Metro Exodus op PC. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik in ieder geval wel. Was intens. What have you got, idiot? Veel meegemaakt. Spinnen. Veel spinnen. En dat gaat ook in de titel komen. Spinnen. Thanks voor het kijken, guys. En tot aflevering 16. Sure seems so. The radiation levels are plotted in color. They even have the radiation level dynamics here. When is it from? A bit old.